Ja, de deelnemers met duo Sulky zijn er voorstellen, dames en heren. Na het defilé is er nog 2 minuten de tijd. Onder start nummer 1, Conchita van Roy. En Conchita hebben we wel eens gezien, dames en heren, bij Harry Mens. Die heeft een keer uitgelegd hoe je het beste kunt scheiden en er dan ook aan over kunt houden. Het was vooral bedoeld voor de dames. De heren waren er niet zo enthousiast over. Ze zit naast een heer, Danny den Dubbelden. Combinatie nummer 2 is voor Huisman 1. We hebben Huisman 1 en Huisman 2 in de koers. Tom Kooijman zit ernaast. En de 3, mevrouw Juffermans. En die wordt begeleid door Willem Steur. Start nummer 4, Eva Muller. En Eva Muller zit naast Rintina Hofman. Onder nummer 5, het tweede team van Huisman. Huisman 2 en daarnaast zit de talentvolle Marco Spin. En start nummer 6 is voor Jos Jelsema. En Jos Jelsema moet oppassen, want anders wordt hem een oor aangekletst onderweg. De man naast hem heet namelijk Peter Wortel. De start deelnemers over 3 minuten. Start over 3 minuten. Drie minuten past precies deelnemers. Dan gaan we starten voor de tribune. En dan 1 volledige ronde. Geeft dan de deelnemers met dravers de gelegenheid om in 3 minuten tijd het voorwerk af te ronden. Deelnemers richting startout, alstublieft. Laatste minuut, deelnemers, graag richting startout. Meneer Wortel, andere kant op, lukt dat? We moeten nog even wachten, deelnemers. Meneer Wortel is nog onderweg naar de auto, maar aan de andere kant van de auto. Meneer Wortel, wilt u alstublieft doorrijden? U bent nu dichter bij de auto dan dat u... Als u... Oh, mijn god. Wat een man. Ja, Hans, je had beter kunnen zeggen, rij maar door, Peter. Hadden we al gezegd, maar het komt niet aan bij de man. De stemming zit er wel goed in. Ja.
Zullen we nog een keer draaien, Peter? Is leuk, man. Startvrij. Startvrij, deelnemers. We zijn compleet. De duo Sulky koers op de Friesian SKD. En we gaan zo meteen de deelnemers op volle snelheid zien over 1 kilometer. En dit vinden de sponsoren mooi, dames en heren. We hadden eigenlijk 4 combinaties voor gezien. Maar de belangstelling was zo groot dat het er 6 zijn geworden. Onder nummer 1, Conchita van Rooij. Start nummer 2 is Huisman 1. De 3, mevrouw Juffermans. Startvrij. Start nummer 4 is voor Eva Muller. De 5 is Huisman 2 en de 6 is Jols Jelsema. En daar zit Peter Wortel naast. Succes. We zijn intussen bezig, dames en heren, met de verlichting. Dat zal u niet zijn ontgaan. Een deel van de lampen werkt wel. Het andere deel moeten we opnieuw opstarten. Dat is de reden dat het aan de overzijde ietsje donkerder is. Maar dat mag de pret niet drukken. Auto is 100 meter van het startpunt. Komt hij aan? There we go. De start is gevallen. Ze zijn onderweg, dames en heren, voor de duo Sulky koers. 1 ronde op topsnelheid. En de leiding wordt genomen door Huisman 2. Huisman 2 aan kop. Daarachter aan de buitenzijde komt naar voren Eva Muller, die ligt op plaats 2. En door het derde spoor gaat naar voren Jos Jelsema. Jos Jelsema op de weg naar voren, maar dan moet hij wel helemaal buitenom. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn over zijde in. Leiding is daar in handen van de draver die gestuurd wordt door Tom Kooijman. En naast hem zit Huisman 1. Dat klinkt redelijk anoniem, maar we hebben ook een Huisman 2. En die ligt wat verder in het veld. Daarachter op plek 2 aan de buitenzijde is nog altijd onderweg Eva Muller. En daarachter op plek 3 aan de relingzijde, terwijl de deelnemers nu bijna halverwege het parcours zijn. Plek 3 aan de relingzijde is voor de combinatie waar Danny de Dubbel achter zit. En dat is Conchita van Rooij, onze echtscheidingsadvocaten. Zo gaan de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen. Blijft in handen voorlopig van Huisman 1. Huisman 1 in zijn element. Daarachter op plek 2 aan de buitenzijde Eva Muller. Derde is Conchita. Conchita aan de relingzijde. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjada-bocht. En komt door het derde spoor Jos Jelsema onweerstaanbaar naar voren. U kent hem beter dan ik. Misschien doet hij dit wel vaker. Maar hij gaat hard aan de buitenzijde. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Nog altijd Huisman 1 aan de leiding. Huisman 1 leidt. Daar gaat Conchita wat terugvallen. Dat zullen de mannen misschien wel prettig vinden. Conchita valt wat terug. En Huisman 1 blijft heel makkelijk voorop. Huisman 1. Go baby, go, go, go. Geef hem maar een applaus. Wint hier makkelijk. Strijd voor de plaatsen. Tweede plaats is voor Eva Muller. En Conchita wordt gewoon derde aan de relingzijde. Twaalf minuten, Hans-Jansie. De volgende koers is aanstaande. Ik zie jou graag zo snel mogelijk beneden.
Het zal misschien ietsje langer duren. Ietsje langer duren, deelnemers, want we hebben nog steeds geen licht aan de overzijde. Er wordt hard aan gewerkt. Houd u uiteraard op de hoogte. De baanmanager staat in contact met het draverijcomité en eventuele ontwikkelingen gaan via het draverijcomité en de baanmanager richting u, via ons. Moeten we dus heel even wachten, want in het donker wordt er niet gekoerst. Maar kijk Hans, dit is ook Peter Wortel. Hè? Even zijn paard bij de fans neerzetten, even met het hoofdje in het publiek. Peter is een wereldfan, alleen hij luistert naar niemand. En dat is eigenlijk een hele mooie eigenschap. Af en toe naar zijn vrouw, hoor ik hier. En naar zijn dochter, want als die de mond open doet, dan zeg je ook ja. Hans, het was een mooi intermezzo. Ik stond hier helemaal klaar, maar ik stond hier wel als Lone Raider. Dus wat dat er gaat, denk ik dat wij kunnen gaan voorbeschouwen. En dat er geen huldiging komt, maar ik hoop dat de deelnemers het als een unieke ervaring hebben ondervonden. We gaan op voor koers 5, dames en heren. En voorafgaand aan koers 5 spraken wij met onze nationale trots Rick Emmingen. Over de kansen van twee paarden uit de stal Engwerda, de 4 Koestafson en de 7 Everton. Ik zou zeggen, Verma Faber, een mooi moment voor dat interview. Alweer een hoofdnummer, vijfde koers, beursgenoten.